Hallo, ik ben Bianca en ik wil graag met jullie een mooi stuk maken voor in het muziekgebouw in het IJ. En je ziet hier achter mij het prachtige landschap van Groningen en de stilte die hier heerst, die wil ik graag meenemen naar Amsterdam. En ik wil graag een paar mooie Groningse teksten ook gaan zingen met jullie, om een beetje een statement te maken voor Groningen en de situatie waar we in zitten. En dat wil ik ook graag doen met mensen samen uit de rest van Nederland. Daarom geef ik 2 workshops. 1 in Groningen op 11 september en 1 18 september in Amsterdam. En wat ik heel graag wil met jullie is je stem op allerlei manieren gebruiken. Dus als jij ervaren zanger bent of geschoolde zanger, en je hebt een prachtig idee of een duet wat je graag wil zingen, dan wordt dat ondersteund met een koor van mensen die klank maken, die hun stem als muziekinstrument gebruiken. En ook hun stem gebruiken zoals ze eigenlijk altijd gebruiken, als iets heel natuurlijks. Dat we voor klanken, hoe we ons voelen, hoe we op het veld werken, hoe we elkaar tegenkomen. En zeggen, dat kun je uitbreiden. En die klankwereld van over de hele wereld worden de stem anders gebruikt. En ook die andere technieken gaan we een beetje in dit stuk verwerken. Dat klinkt allemaal heel moeilijk, maar dat is het niet. Als je het speels met elkaar opbouwt, kunnen we in 1 dag een heel mooi stuk maken. En ik heb een stuk bedacht om uit te voeren op de trap in het muziekgebouw in het IJ. En dan zit je eigenlijk een beetje gevangen. Het is een prachtige brede trap, heel hoog ook. Het lijkt me mooi om met de zangers daar op die tredes te staan. En dan zit je eigenlijk een beetje gevangen tussen de tralies aan de ene kant van de trap, van de spijlen, en aan de andere kant van de betonnen muur. Nou, zo willen we ons bevrijden uit die benauwdheid en de weg van de aarde naar de hemel omhoog openmaken met ons geluid. En zo wil ik graag een stuk maken met jullie samen. En hoop ik dat jullie mee kunnen maken wat ik zelf heb meegemaakt als solist in de Resonance met Marlijn in Groningen met de Galm in de Martinikerk. En vorig jaar met de Resonance in het gebouw in het IJ. Dat is zo fantastisch dat ik dat heel graag met jullie wil delen. Dus ik zie jullie heel graag of 11 of 18 september in mijn workshop. En dan gaan we een prachtig stuk maken.